Na een zware operatie is het belangrijk om in alle rust te revalideren. En dat kan in een verpleeghuis, bij familie, vrienden of in een zorghotel. Maar wat is nou de beste optie? Ik ga vandaag eens kijken hoe het er in een zorghotel aan toe gaat. Feit. Ik denk fabeltje. Feit. Nee, geen feit. Ik denk dat mensen thuis prima kunnen genezen, maar wel de juiste hulp om zich heen moeten hebben. Ja, want die zorg is daar heel goed. Weet ik uit ervaring. Wat een prachtig uitzicht. Mooi, hè? Ja, fantastisch. Ja, vind ik ook. Maar wat is nou precies een zorghotel? Een zorghotel is een hotel waar mensen komen om te herstellen. Meestal is dat na een operatie. Een heupoperatie bijvoorbeeld, of een knieoperatie. Maar mensen komen hier ook om aan te sterken. Om gewoon even 2-3 weken te komen, aan te sterken, lekker te eten. En want het is 2 tot 3 weken verblijven mensen hier gemiddeld. Ja, maar ze worden ook een beetje verwend door ons. Ja, dat gevoel heb ik hier ook wel. Ze worden ook in de watten gelegd. Ja. En juist die combinatie maakt dat ze sneller herstellen. En komen hier ook wel eens gasten gewoon voor vakantie terug? Die moeilijk ter been zijn of zo? Ja, kijk, het fijne in een zorghotel is dat er altijd verpleegkundigen aanwezig zijn. Ook 's nachts. We hebben een alarmsysteem. Mensen vinden dat veilig. Ja. En door die veiligheid, zij zijn hier gekomen om te revalideren, zie ik ze vaak terug. En wat voor faciliteiten hebben jullie hier allemaal? Omdat we een zorghotel zijn, hebben we primair een stuk rondom de zorg. Maar daaromheen zijn de faciliteiten. Nou, je kunt hier zien, de belangrijkste faciliteit is natuurlijk de omgeving. De zee. En in het hotel hebben we een kapsalon, een pedicure, manicure. Maar er is ook een solarium en een sauna waar mensen gebruik van kunnen maken. En de hotelkamers? Ja. Want daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Zou ik een hotelkamer mogen zien? Tuurlijk. Dan gaan we daar even naartoe. Zo. Ziet er goed uit, zeg. Mooie kamers, hè? Wauw. Is dit nu voor iedereen betaalbaar? De kosten van een zorghotel die zijn ongeveer gelijk aan 1/3 van een dag in een ziekenhuis. Het is zo dat aanvullende verzekeringen, dat daar een deel van de kosten uit bekostigd kunnen worden. En daarnaast kun je lid worden van een vereniging. Oh. En als je lid bent van die vereniging, krijg je korting op een verblijf. En hoe zit het eigenlijk met familie als je hier verblijft? Mogen die hier op visite komen? Zijn er regels voor? Er zijn geen bezoektijden. Iedereen mag komen en gaan wanneer hij wil. Dus degene die hier verblijft, die kan dat zelf bepalen. Oh, dat is wel heel prettig, hè? Ja. Mevrouw Mulman, waarom bent u in het zorghotel? Na een nare val heb ik een gecompliceerde bovenbeenbreuk opgelopen. Nou, het is natuurlijk ontzettend vervelend wat u heeft, maar ja. Er zijn slechtere... Ja, nee, ik heb alleen maar lof, hè, ja. Die Kim. Lieve mensen, ze staan zo voor je klaar. En wat je vraagt, dat doen ze voor je. Als het dan toch moet, dan liever hier. Ja, en wat er ook in huis is, een kapsalon en een pedicure. En een dokter, als je die moet hebben. Zijn er nog andere zorgdiensten beschikbaar naast de fysiotherapie? Ja, naast fysiotherapie zijn er ook uitstekend verpleegkundigen in huis. 2 keer per week is er een huisarts aanwezig. We hebben een trombosedienst in huis, dus een mogelijkheid voor diëtiek. Psycholoog, hè, is allemaal op aanvraag beschikbaar. Merk je ook echt het verschil tussen revalideren in een zorghotel of op een andere plek? Ja, het gaat hier wel duidelijk sneller. En hoe komt dat, denk jij? Dat komt vooral ook omdat alle zorg aanwezig is. De lijntjes zijn kort en ja, er is niks zo mooi als mensen goed hersteld naar huis te zien gaan. Er is hier ook geen haast, hè? Het is... Nee, we hebben hier echt alles, alle tijd. Echt alle tijd. Ja. Het is dus een feit. Een zorghotel is een perfecte locatie om te revalideren. Je familie is elk moment van de dag welkom. En je wordt hier niet gezien als patiënt, maar als gast. Er zijn hier hele kundige zorgverleners en alle rust om te revalideren. En dat zorgt ervoor dat de revalidatieperiode veel korter is.